In het centrum van Wassenaar hebben de zussen Tekla en Nuska een nieuwe modezaak genaamd Stelina geopend. De tweeling heeft jarenlange ervaring als stylistes op het hoogste internationale niveau en weten dus als geen ander een bijzondere collectie samen te stellen. Nuska, we zijn in jullie nieuwe winkel in Wassenaar. Jullie zijn nu hoe lang open? Bijna 2 weken. Aanstaande donderdag 2 weken. Ja. Hoe zijn jullie in Wassenaar beland? Want je doet dit samen met je zus? Ja, dat klopt. Nou, origineel komen we uit Den Haag. En we hebben eigenlijk in heel veel landen in Europa gewoond. Maar nu wonen we hier. We hebben een huis hier. Onze kinderen gaan naar school hier. Dus we dachten, nou, doen we het gewoon lekker in Wassenaar. Tekla, samen met je zus ben jij verantwoordelijk voor de inkoop. Jullie hebben een hele diverse collectie. Wat zijn nou bepaalde bijzonderheden die we terugzien? We kijken vooral naar de details van de merken die worden verkocht. Maar we willen juist een t-shirt die net wat anders is dan alle t-shirts die worden verkocht. Dus we hebben een t-shirt met hand embroidery. Dat wordt helemaal hand erop geborduurd. Dus dat maakt het net wat anders. En ja, we hebben bijvoorbeeld wat ik nu ook aan heb, is Edward Assure. Maar die hebben bijvoorbeeld bij de knoopjes smileys. Dus we kijken gewoon naar al die kleine dingetjes waardoor het net wat anders is dan de standaard blazer. Of de standaard outfits die je eigenlijk al in Nederland kan kopen. Jullie hebben heel veel ervaring in de modebranche, met name wat de styling betreft, hè? Ja, dat klopt. Ik heb vroeger voor de koninklijke families in het Midden-Oosten gestyled. Dat heb ik een paar jaar gedaan. Ik heb ook winkels daar gehad. Maar styling is mijn, ja, daar hou ik heel veel van. Daar heb ik heel veel experience mee. Hoe verschillen die werelden? Hoe modieus zijn ze daar? Ze zijn heel modieus. Ja, de mode is wel anders dan hier. Dus misschien sommige mensen zouden zeggen, oh, dat zou ik nooit aandoen. Maar ze hebben wel meer kapitaal daar. Dus winkelen is iets wat ze dagelijks doen. Dus het is wel anders dan de Nederlandse vrouw, laten we het zo zeggen. Ja. Jullie brengen de internationale modescene naar Wassenaar, naar de omgeving van Den Haag. De kleding die we vinden in jullie zaak is heel divers, hè? Ja, dat klopt. We hebben merken van over de hele wereld. We hebben merken uit Australië, uit Amerika, veel landen in Europa. Ook merken die eigenlijk nog niet in Nederland verkocht zijn. Sommige merken zijn wel misschien in Amsterdam te koop, maar niet in de regio Den Haag. Dus er zijn toch heel veel verschillende merken. We hebben bijvoorbeeld ook wat mooie handgemaakte poefs. Dat is natuurlijk niet kleding, maar we wouden het een beetje anders doen, een beetje lifestyle. Dat wordt ook nog helemaal niet in Europa verkocht. Dus ja, het is echt verschillende dingen eigenlijk. Als je al die merken bij elkaar combineert, kom je tot hele spannende, leuke outfits. Jullie kunnen de klanten daar ook echt mee helpen, hè, met die styling? Ja, we kijken eerst gewoon naar de persoon, hoe de persoon is gebouwd. En dan gaan we echt nadenken van, nou, welke outfit of welke merken zouden goed bij die persoon passen. Kijken we ook naar leeftijd, ook naar postuur. En dan, ja, dan zoeken we een leuke outfit. En dan kunnen ze zelf kijken, ja, welke ze het leukste vinden. Of misschien allemaal wel. En je kunt dingen oneindig blijven combineren, denk ik. Dat wel, dat hebben we ook echt voor gekozen. Want bijvoorbeeld wat ik nu aan heb, kan je, zoals ik draag, gewoon met een stoer t-shirtje. Maar je kan het ook met een blouse dragen, met een leren broek, met een spijkerbroek, met een mooie nettenbroek. Dus ja, we zorgen wel dat we kleren hebben die je eigenlijk in je kast wel meer dan 1 keer aan kan doen. Denk je dat mensen het nog leuk vinden om echt te gaan winkelen? Er zijn natuurlijk heel veel webshops, maar wat is de toegevoegde waarde van het echt in de winkel zijn? Ja, omdat we natuurlijk een hoger segment zijn. Je gaat niet zo snel iets van 600-700 euro kopen online, behalve als je het merk echt goed kent. Dus ik denk de meeste mensen willen het wel zien, aanproberen voordat ze het aanschaffen. En hier, ja, je kan het zien, je kan het voelen, je kan het proberen. Leuk is ook dat ik bepaalde zomerstukken zie hier in de wintercollectie. Waarom is dat? Nou, eigenlijk is dat om, ja, sommige van onze cliënten die reizen ook veel. Die gaan in de winter toch naar plekken waar het wat warmer is. Dus we willen wel, ja, dat we wat kleding hier hebben dat ze ook mee kunnen nemen op vakantie. Styling gebeurt met name in de winkel, maar desgewenst kunnen jullie ook naar de mensen thuis. Ja, klopt. Bijvoorbeeld als ze het niet meer weten hoe, of hun kast er nog helemaal goed uitzien, of ze zijn het verloop van wat nou leuk bij elkaar past, dan kunnen we naar hun huis gaan en kijken we even samen van, nou, dit is wel leuk bij elkaar misschien. Dus we proberen wel hun thuis te helpen met wat ze al hebben. En eventueel kopen ze hier wat leuke dingetjes die dan nog wat extra value in hun klerenkast toevoegen. Het is hele mooie kleding. Is het allemaal duur? We hebben een beetje een mix. Ik denk 70% is wel wat aan de hogere kant. Maar we hebben ook wat merkjes die gewoon affordable zijn. Stijl is nog steeds leuk, maar die zijn onder de 100 euro. Dus we proberen het wel een beetje voor alle cliënten te hebben. Dat het niet alleen maar duur is, maar ook wat leuke dingetjes die gewoon makkelijk en aardig voor de portemonnee zijn. Dus.